it's raining outside. So bad, I just wanna go and die. We were so in love with each other, you know, we just couldn't be apart. We were so in love with each other, you know, we just couldn't be apart. Then your old internet friend came from Chicago. You went to see him and you just broke my heart. And I couldn't understand, because you said you'd never been in love until you met me. You said I'd give you the best loving you ever had. Tegen 9 en de laatste schemertje daglicht gaan naar beneden, Fons. Ja. Jij als organisator moet nou bijna terug gaan kijken op 2 dagen Moulin Blues in Ospel. En de eerste reactie is een economische. Hoe was het met de toeschouwers en hoe is het met de omzet van het bier? Nou, de toeschouwers is uiteindelijk dan goed gekomen. Gisteren hadden we misschien iets wat last van het slechte weer. Het heeft de hele dag geregend. Maar vandaag is dat wel ruimschoots goed gemaakt, denk ik zo. Dus ik denk dat we ongeveer qua bezoekersaantal op hetzelfde niveau zullen zitten als vorig jaar. En qua omzet van bier kan ik nu nog niks van zeggen. Maar wat ik er zo van zie, denk ik dat het best wel mee zal vallen. Dus. Hey, jullie hebben in ieder geval last gehad ook van een aantal afzeggingen. Ja, daar hadden we Lost Lonely Boys, hadden we ons eigenlijk best wel op verheugd dat die zouden komen. En Reverend Peyton's Big Damn Band. Maar die hebben inderdaad 14 dagen voor het festival hebben die afgezegd. En is het daar even wat hectisch geweest om een goede vervanger te zoeken. Hebben we uiteindelijk gevonden in 2 Nederlandse bands. En heeft het ook heel goed uitgepakt. We hebben Big Blind gisteravond als afsluiter gehad. En vanmiddag als opener in de kleine tent Woodback. Ja, en vanmiddag ook als opener Rhythm Chiefs in de grote tent. En Big Blind was nog wel zo sportief om er even een schepje bovenop te doen. Ja, die waren toch toevallig in de buurt. En dachten van laten we er maar een gezellig feestje van maken. En ja, dat was gewoon een super optreden. Wat ik daarvan gezien heb, was al vroeg dat er heel veel mensen in de tent zaten. En dat ze ook genoeg respons kregen van het publiek. Dus ja, is gewoon geweldig. En ook voor die band zelf is dat heel prettig. Dat ze toch een podium hebben en dat er toch mensen zijn die hun komen bekijken. Ja, wat dat betreft moet ik zeggen, het was een goede keuze van in ieder geval Big Blind om af te laten sluiten. Ja. Want dat was wel een beetje... Het voepte in de tent, om het zo maar te zeggen. Ja, precies, ja. Ja, goed, we hebben toen Lost Lonely Boys afgezegd heeft, dan hebben we bekeken of dat we Eli Paperboy Reed iets naar voren konden halen. Omdat we denken dat toch een goede swingende afsluiter, dat dat toch, ja, het publiek wil dat hier wel. Ja. 25 jaar Moulin Blues zit erop. En jullie hebben een prachtig boek geschreven met alles wat je daar in die 25 jaar meegemaakt hebt. En we hebben die op de radio al gevraagd, maar nu zit de 25e erop. Ja. 26e? 26e komt er gegarandeerd, ja. Ja, we zitten nu op een nieuwe locatie. En op zich is het, nu ziet het er allemaal wat modderig uit, omdat het gisteren de hele dag geregend heeft. Maar daar gaan we wel iets aan doen en ik denk dat volgend jaar dat we hier op deze locatie weer terugkomen. Dankjewel, Fons. I hope you two are having a good time together.